Yo mensen, Ruben. Welkom bij de Mr. Brad Kookles. Ja, dat wordt hem. Hey. Deel 1. Vandaag gaan we, aangezien het bijna Valentijnsdag wordt. Met deze, oh wacht, dan moet ik even focussen. En voor de chocoladetaart hebben we nodig. Mixen. 500 milliliter water. Een bak gesmolten boter. En een mixer. Hey. Dus laten we gaan beginnen. Openmaken. Kijk, zo. Zo. Ik moest eerst de bak voor hem gaan vouwen. Sorry. Aangezien het bijna Valentijnsdag is, is het natuurlijk ook wel leuk om taart te bakken. Ik moest toch een reden hebben. Dus. Zo. En deze maar. Ja, dat niet. Vouwen vormpjes maken. Zo, en deze hulp. Ik ga met zo doen. Zo. Oh ja, tuurlijk. Val me weer gewoon open, ja. Mam! Ik kan de bakvorm niet maken. Nou, hij valt de hele tijd uit elkaar. Ja. Toen de camera uit was, lukte het me ineens wel. Nee, grapje, mijn moeder heeft geholpen. Ik kan dat niet. Nou, kijk. Tadaa. Nou, hij is niet perfect, maar het kan ermee door. Laten we verder gaan kijken. Werkwijze chocoladetaart. Meng een complete mix voor de luchtigste chocoladetaart. Complete mix. Alles bij één. Oh ja, wacht. Eerst de koekvorm. Denk ik. Neem aan dit kruimel. Shit is. Oh, dit gaat zo fout, hè. Oh, oké. Okay. Nee, toch niet. Ja, boy. Mengen. Met wat mis. Moet gaan mengen. Met wat mis. Lekker. Yummy. Oeps. Ja. Oh, dit is echt heel onhandig. Brecht, die moet echt nooit meer zoiets doen. Ik heb zojuist net de bakvorm weer helemaal in elkaar kunnen krijgen. Ik weet niet eens of die opneemt, maar oké. Ik heb ook alweer de kruimels. En het ziet er hartstikke lekker uit. Naar de volgende stad dan maar. Zet de taartvorm op een schaalvijf in de koelkast op de bodem te laten stijven. 5 minuten wachten. Wow. Dit gaat hem niet worden. Hey. Chocoladetaart. Nog 1 minuut. Oké, gasten. Ik heb dus net alles gemixt. Gewoon. Oh, net heb ik echt serieus alles lopen mixen. Dit is dus het eindresultaat. Ik was dus met mijn domme kop vergeten om de camera aan te zetten. Maar niks is vervelend. Want het enige wat we nu al mogen doen, dat is afwachten eigenlijk. Wow. Schoonmaken zo meteen. Oké. Dit ding gaat nu de koelkast in voor anderhalf. Ik laat jullie hier even staan. En ik ben zo meteen over anderhalf uur weer terug. Eigenlijk niet, want ik ga eerst even jong leren. Ik was 4 toen ik ging leren, dus dat is nogal jong. Volgende keer, wat zal ik volgende keer gaan maken eigenlijk? Ik vind het wel leuk om te maken, ja. Wat zal ik de volgende keer gaan maken? Want deze is natuurlijk nog het eindresultaat, dus ik kan hem ineens afsluiten. Yeah! De taart is inderdaad al af. Het is een beetje laat voordat ik hem heb geüpload, maar het heeft zo zijn redenen. Ik was er nogal laat met opnemen, maar... Yummy, even proeven. Pure chocola. Niet mijn favoriet, maar dat maakt niet uit. Ik vind het lekker, dus ik ga hem lekker opsmikkelen. Ja, ik zeg jullie later. En groen duimpje, abonneer hierboven. Volgende week krijg ik weer gewoon een normale video. Ik was vandaag een beetje moe. En dan kan ik alleen maar zeggen, eet smakelijk en laters.